Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan wij de vleugels maken van de pinguïn. Dit hebben we in de vorige video gemaakt. Dus dat ziet er goed uit. Hij zit goed vast. En nu gaan wij de vleugels maken. Dus ik ben benieuwd. Een magische ring met daarin 6 vaste. 1, 2... 3, 4, 5 en 6. Dan 2 vaste in elke vaste. Ja, ik moest eventjes doorproppen. 2, 4, 6, 8. 10. Oh, dit is 10. En 12. Dan krijgen we. Dan al. Oké. We gaan meerdere. Dus 2 vaste en 1 vaste. Een vaste. 2 vaste en 1 vaste. Een vaste. En dan weer 2 vaste in 1 vaste. En dan 7 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Oké, nou dat was snel. Nu gaan we 7 rijen vaste in vaste haken. En dat is 4 tot en met 10. 15 vaste. Dus wat ik dan meestal doe, is ik doe dan 15 iedere keer tellen en dat schrijf ik dan op. In dit soort gevallen. Of je pakt een lintje, dat kan ook. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit hoe je het doet. Dus ik ga in ieder geval die 7 toeren haken en dan kom ik zo terug. Yes, klaar! Was niet zo moeilijk hoor, maar gewoon even voor de fun wilde ik dat zeggen. Oké. 2 vaste en dan 2 vaste samenhaken. En dat herhalen totdat je aan het begin weer bent. Dus oh, dan moet ik natuurlijk wel mijn mankeerder hebben. Want er staat dus geen getal bij. Tot aan het einde. Ik denk, ja, handig. Ik zeg ook even hoeveel. Maar goed, we gaan ervoor. 2 vaste en 2 vaste samenhaken. Volgens mij is het 2 of 3 keer. Als ik het nou al zie, denk ik, yeah, is niet zo vaak. Of het ligt gewoon aan mij. Volgens mij 3 of 4 keer, dat is het. Nee, eerste keer. En dan de tweede keer, hetzelfde liedje. Oh, oh echt waar. Oké. Eeuw. Weer 2 vaste en dan minderen. Dus 2 vaste minderen. 2. En de laatste 2 komen we precies uit op deze. Nou, hoe perfecter wil je hem hebben? En dan opvullen en dan het lijfje naaien. Dus ik zou zeggen, ik ga nu eventjes de andere haken. Knip hem nou niet zo lang af hoor. En dan misschien weer toch te lang. En dan kom ik ze terug als ik de andere ook klaar heb. Nou, et voilà. De andere is ook gemaakt. Daar is de dingen. Even kijken. Vulling. Vulling, vulling, vulling. Oh, hier had ik ook mijn draadjes. Ach, maakt niet uit. En dan gaan we weer vullen. Dus, we gaan hem gewoon lekker opvullen. Die dingen stop ik erbij in. In principe zie je er toch niet zo lekker veel van. Kijk, deze dingen hoeven niet zo heel hard. Dus er hoeft niet zo heel veel in. Hopsakee. Nou. Oké, hier zit wel heel veel in. Maar dat is op zich niet zo heel erg.
Dan is het eraan naaien. En wat ik meestal doe, is vleugel vullen tot anderhalf. Ja, dus ik moet een klein beetje vulling erin stoppen. En wat ik dan nog doe, dus ik ga dit nog een beetje in elkaar naaien. Maar dat is gewoon meer in de zin ook, zodat het zo bij elkaar blijft zitten. Nou, dan gaan ze ertussen. Dan moet ik wel even kijken op die ene foto hoe dat ze ongeveer zitten. Oh, dat is dus een beetje erachterin. Zo, dus voorbij dit gedeelte. En dan probeer ik ze net boven de dingen vast te maken. Zo. En het scheelt natuurlijk dat de kopje ervoor zit, maar... Ja. Zo. Dan ga ik hem vastmaken met een heel klein lusje. Ik zoek dus ergens echt een lusje op van die drie vaste. Daarmee maak ik hem vast. En daarmee ga ik hem afhechten. Daar, als dat kopje komt, dan is die gewoon bijna perfect. Maar ja, dat is nu natuurlijk nog niet. Oké, andere. Ik begin eigenlijk altijd met rechts. En dat is gewoon mijn standaard kant, omdat ik natuurlijk ook rechts ben. Dus ja. Dus. Weer naaien. En ik... pak hem nu aan deze kant. Dus ik ga heel even... Want hij moet iets daar voorbij. Maar dat vind ik een beetje... Had ik hem dan iets naar voren mogen halen? Nee, want hij zit goed. Nou, dan ga ik hem ongeveer hetzelfde doen hier. Dus dat is deze kant. En dan hier ga ik hem weer op precies dezelfde plek ook vastmaken. Ja, oké, hij zit. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Dan zit hij er net niet, dan zit hij er net wel net niet in, zeg maar. Dus. Dus ja. Nou, en dan zit hij. Dan gaan we in de volgende video, gaan we dan denk ik maar het gezichtje maken. Want nou begint het wel heel echt te worden. Maar kijk dan, hij begint al zo lief te worden. En dan staat hij zo, ja, helemaal perfect. Dadelijk met een mutsje en met een sjaaltje. Hij wordt nog mooier dan ik zelf had gedacht. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Het was kort, maar krachtig. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!